Hey allemaal en welkom bij een nieuwe Mindtopia aflevering samen met een staflid naar keuze. We hebben natuurlijk een serietje lopen, Melis, met, dan moet jij weten, want je bent de editor natuurlijk, dat krijg je 20 keer te horen deze aflevering. Met allemaal verschillende stafleden. We hebben politieagenten wat gehad, we hebben burgemeesters gehad, ministers. En nu, ook onderaan de bodem van de tak, gaan we eindelijk iemand nemen die er niet zoveel toe doet. En dat is Melissa. Oh. Nee hoor, nee. Melissa, doe even een korte introductie. Wie ben je, wat doe je voor de server? Ik ben Melissa en wat doe ik? Ik doe momenteel veel global events samen met Roy en Merel. Ja. En de loot crates ben ik ook nog wel vaak te vinden. Mm-hmm. Voor de rest, ik stiekem nog wel eens mensen te begluren. Ja, en vooral hier. Mensen te bannen en zo, want je kan natuurlijk in Venice. Kijk, Melissa, dat moet ik even uitleggen. Melissa is dus een event manager, maar zij heeft de permissies van een admin. Dus als je ruzie maakt met iemand, alsjeblieft ga geen ruzie maken met Melissa. Want ze kan best wel heel veel, bijna alles, zegt Bob de server. Hè, Melis? Gelukkig ben je wel een stuk liever geweest nu in spelletjes dan pakweg 7, 8 jaar geleden. Iets met een hotel, meer gaan we niet zeggen. Ja. Goed, we staan in de prison, want meestal ga ik naar een stad waar de deelnemer van vandaag affiniteit mee heeft. Maar jij had zoiets van, eigenlijk overal wel een klein beetje. Dus we hebben deze even gepakt. Ik zie ook dat Marnik aan het streamen is, daarom is het ook wat drukker hier volgens mij, want dan wil iedereen in één keer in de prison. Maar ik ben eigenlijk wel benieuwd, wat doe jij zoal, kom we gaan alvast even lopen, we zijn al bij een finish. Wat doe jij zoal als event manager. En ook voor de mensen thuis. Leg het even uit, alsof je het aan een 11-jarige uitlegt. Alsof ik het aan een 11-jarige. Het verzinnen van de events over de hele server. Mm-hmm. Van een survival, creative, Mindtopia ook. Ja. Samen dus met Roy en Merel. Mm-hmm. En vaak voeren we die zelf ook nog uit. Ja. Samen met de mods. En dat zijn dan echt van die vet coole events zoals dat parcours in downtown. En de Goldcoin event natuurlijk. Die heb ik gedaan. Ja, nee. Genoeg andere hele vette events natuurlijk die jullie organiseren. Maar het is ook echt server-wide, zeg maar. Wat vind je leuk aan de functie? Je komt overal. Echt op elke game mode. Mm. Het is niet dat je... Ik deed eerst alleen Mindtopia. Maar dan ben je toch een beetje beperkt in wat je allemaal kunt doen. Ja. En al die ideeën wat ik dan had, die kunnen op creative, zeg maar, wel. Of in survival. Dus je zou eigenlijk... Nee, ik ga de grap niet maken. Dat kan niet. Oh, dat kan niet. Dan verlies ik subscribers. Ik kan het niet maken. Je begon namelijk iets, en dan kun je hem zelf invullen. Je begon met dat je ideeën op waren en dat je beperkt was. Dus dan ben je... Ja, oké. Okay. We gaan verder. Oké, we gaan verder. Ik wil even stilstaan trouwens, compleet ongerelateerd bij het prachtige pakje van Kevin. Even. Dit is toch... Is het Fading Diamond? Dit is Fading Purple Diamond. En dan heeft hij... Ik weet niet wat het is, joh. Geen idee. Paards of Dragon misschien? Dat is fucking duur volgens mij. We gaan lekker een kijkje nemen hier op de prison. Want ik ben eigenlijk wel benieuwd naar... We zijn bezoek. Toch? Oké. Okay. Zijn we vandaag bezoek? Top. Alleen bestemmen met toestemming. Nou, dat is makkelijk. We zijn hier met de owner en we zijn hier met de event manager. Melissa, mag ik hier naar binnen? Van mij mag je naar binnen. Dan moet jij ook even mij vragen. Oh, mag ik ook naar binnen? Jij mag ook naar binnen. Kom, we mogen samen naar binnen. Okay. Hey, makkelijk hè, dit. Dit is gewoon E2'tje. Weet jij de code? Ik zou gewoon 000 proberen. Probeer eens. Je slaat er niet eens op. Ja, dat is de 1. Melissa, doe nou even op. Ja, de 0 zit hier in het midden. Oké. Okay. Ja, heel top. Nou, hij is open. waar zijn we uitgekomen? Is dit van een chef of zo? Oh. Geen idee. Oef. Er liep iemand achter ons aan. Inbreken met Melissa, dat is de titel. Hoef je niet meer te vragen. maar je moet die deur ook dicht doen. Jij druif, kom eruit. Want mensen zien ons... Ja, nou niet meer. Mensen zien ons natuurlijk niet. Doe nou dicht. Goed. Ja, ik deed hem dicht. Oh, ja, dit is de check. Heb jij illegale dingen bij je? Loop er eens door. Nee. Jij wel. Oh, niet? En Melissa. Ik gebruik vals voor tegenwoordig. Ik weet ontzettend. Dan hoeft dat niet in mijn enderchest. Ik weet niet, gaan we goed? Dit is toch helemaal niet waar we heen willen? Kom, we moeten naar buiten. Waar willen we heen? Naar de mensen. Waarom is dit dicht? Ze hebben ons door. Kom, gauw. Ik heb geen idee waar we heen moeten. Maar ik heb het idee, kijken naar al die mensen hier.
dat we beter hier naar binnen kunnen. Moet kijken hoeveel volk hier zit dan, joh. Waarom? Oké, kom. Staat iedereen? Weet ik niet. We gaan snel. 3, 2, 1, go, 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 go. Oh, oh, oh. Ja. Goed op tijd. Mooi. En dit is dan een hele geheime helikopter naar... Zit Big Papa zit gewoon hierboven. Oké. Okay. Ja, we gaan weer verder met het verhaal, want het moet natuurlijk veel meer over jou draaien hier. Melis, wat vind jij nou... Ja. Noem eens een ding op wat echt super bizar is wat een keer gebeurd is. Super bizar wat er gebeurd is? Ja. Nou, ik ben net nog doodgevallen, heel dom. Ja, maar hoe dan? Ja, ik was gewoon... En ook nog eens in de city, dus al... Oh, ja, ik was via een geheime portal... Ja. Was ik aan het inloggen en ik stond niet in Vanish en niet in game mode. En ik had gewoon mijn hele inventory vol zitten met spullen. Dat is niet zo slim. Ik heb wel eens een keer gehad dat ik in een game dacht, oh, ik tp even. Dat was voor mij My Nation. En toen had ik de coördinaten omgedraaid. Dus tp'de ik mezelf 5000 blokken onder de bedrock en was ik instant dood. Oh, dat had ik net ook nog geen Planetcraft. Even daarheen tp. Oeps. Maar dat is dom, ja. Want weet je wat je kan doen? Je kan dus slash warp... spatie en dan een land en dan gaat hij naar dat land. Ja, maar dat werkt bij mij nog niet. Oh. Ik kon alleen op coördinaten. Oké, is goed. Hey, wat is hier allemaal aan de hand? Dat het hier zo, we zitten hier met Leaves en Jay Way to Die. En wat is dit allemaal? Kijk, er zit hier allemaal volk, joh. Waarom willen al die mensen... Waarom zijn ze allemaal... Ik weet het niet. Zombie? Zullen we ze eruit laten? Oh, heb je de hele prik. Nee, laten we dat niet gaan doen. Oh, kijk hier, deze kant. Wat heb je gevonden? Ik zie hier een hele leuke knop, maar ik weet niet wat er gebeurt. Het zal alles open gaan. Ik weet niet wat er gebeurde, maar straks denken ze... Ik ook niet. Die mensen zijn in paniek. Oké, we gaan hier gauw weg. Kom maar, dan kunnen we die maken. Ja. Maar oké, dus zelf doodgaan. Maar ik heb het meer als een event, zeg maar, wat gewoon compleet verkeerd uitpakt. Waarvan je echt dacht van, nou, dit moet toch wel lukken. Dit moet toch een succesje zijn. En dan, we gaan naar buiten, Melissa. Oh, dat mag ook nee. Dit is niet de bedoeling. Oké, ik ga even in game mode 3 en ik ga even kijken wat Marnik aan het uithangen is. Oeh. Marnik was volgens mij een beetje aan het inbreken. Zullen we ze gaan bekijken? Alweer? TP, Melissa, ik weet het niet. Hoppakee. En game mode survival. Nee. We komen hier natuurlijk niet meer uit straks, dat weet je wel. Maar kijk, daar staat Bardic. En zo te zien is hij een beetje omsingeld. Oh, het zal ook eens niet. Het is altijd, dat doe ik ook nog wel eens met Marnik dingen opnemen. En met andere YouTubers, gewoon voor de leuk. Ja, was je nou wel of niet getrouwd met Marnik? Ja, nog wel. Oké, helemaal goed. Nog wel. Maar ik ben gewoon benieuwd. Dus andere echte gekke anekdotes. Want ik kan je er zoveel vertellen van mijn periode als YouTuber. Of shit, we zitten echt vast hier. Ik denk dat we hier moeten springen, Melis. Ik weet niet waar we uitkomen dan. Ben je er klaar voor? Oh, goed. Nou, eigenlijk niet, maar... Oh, hebben we dat best goed gedaan ook. Dus... kom. We zouden echt kei vastzitten als we niet alle deurtjes open konden doen. Maar we gaan kijken waar we uitkomen. Ja, dus anekdotes, komt u maar. O, binnen. Wat heb je allemaal meegemaakt? Wat heb ik allemaal meer van mensen die gewoon rare dingen doen. Bijvoorbeeld, dan sta je bijvoorbeeld zo hier en dan gaan ze in één keer zo de lucht in uit het niets. Of ze zitten op plekken waar ze niet mogen dat zijn. Dat vliegen ze, bedoel je? Ja. Oké. Wacht even. En wel de leukste dingen. Is het nou... Ja, we zijn in het midden. Is dit een parcours? Ja. Melissa, kun jij dit? Nee. Okay, ik kan niet ik ga het proberen. En ondertussen wil ik dat jij gaat nadenken over wie jij... wacht even. Ik kan ook niet parcouren, ben ik in één keer. Ja, sorry. Ik wil even kijken wie jij de stomste staf vindt. De stomste staf? Ja. Ja, dan ga ik toch voor Mark. Oké, ik doe hem extra moeilijk, want ik ben hem in F5 aan het doen, trouwens, deze challenge. Oh, god. We moeten zo en dan zo. Ja, oké, ik heb hem door. Dan moeten we hier omhoog. Dan moeten we hier omhoog, Maris. Let je op, hè? Ja. En dan hier zo. Ja, ik let op. Had ik hem? Nee. Heb ik hem? Ja, nu wel. Okay. Nee! Oh! Oh, nee. Melissa! maar even serieus. De stomste staf is Mark. Waarom? Mark doet niks verkeerd. Wat heeft Mark jou aangedaan? Nee, dat klopt. Wat heeft Mark me aangedaan? Hij pest me altijd. Ja, smoesjes. Hij gooit me altijd de lucht. Nee. Zo. Als je Mark vraagt, die gooit mij echt altijd de lucht in met zo'n bepaalde Minecraft
Wat is het levitation? Nou, dan zit ik 9 van de 10 keer zit ik tegen het dak aan. Okay, en wat wil jij heel graag nog doen? Want dat is ook een hele leuke. Waar zie jij jezelf over een jaar? Is de vraag. Op jouw plek. Nee, grapje. Nee, of... Oh, nee! Melissa, kom je nog terug, lieve schat? Oh! Melissa, waar ben je? Zo kun je niet zijn. Melissa, ben je... Oh, ik hoor je niet zo goed. Ja. Melissa, ben je er nog? Tuut. Hallo, Melissa? De grap is dat Melissa mij ook kan kicken en Melissa kan natuurlijk ook als zo... Nou, je kan mij ook zelfs uit mijn eigen Teamspeak channel move en dan hoor ik je niet meer. Ja, oké, dat is wel waar. En ik heb bij een van de spelspelers zitten. Zullen wij onszelf eventjes zichtbaar maken hier bij deze mensen? Want ik weet dat ze het heel leuk vinden als wij items droppen hier. Oh, ik denk dat je daar ook nog... Nee, jij krijgt sowieso geen probleem. Ben je nog gequit? Ben je nou weg? Ja, hij liep gewoon helemaal vast toen jij mij een kick gaf. Dus ik ben weer even helemaal opnieuw aan het opstarten. Ik krijg misschien geen problemen, maar er loopt hier wel een guard. Dus misschien jij wel. Oh, waarom ik wel? Ik ga snel uit vanish in ieder geval. Maar even serieus, hoe zie jij jezelf hier over een, nou, laten we zeggen, een jaartje? Wat ben je nog steeds event manager? Ben je admin geworden? Ben je gestopt? Ik weet het niet. Vertel. Nee, dat vind ik ook wel een goede. Nee, ik denk dat ik nog steeds wel op dezelfde plek zit. Toch wel? Ik vind het gewoon te leuk. Het team met Merel en Roy is ook gewoon hartstikke leuk. Ja. We kunnen het ook gewoon goed vinden. En de ideeën zijn ook echt leuk. Mm-hmm. Maar ik zie mezelf niet echt ergens anders hangen. Okay. Kom je trouwens nog terug of heb je er geen zin meer in? Ja, ik ben er al. Ik weet niet waar jij bent gebleven. Ik sta bij die drie boefjes. Grasblok, Donato en Royalik. Oh, aan die kant. Ja, daar is ze. Maar oké, dus niet echt aspiraties en we zien eigenlijk wel, zeg maar. Wat hoop je dan binnen het eventteam? Wat hoop jij nog te kunnen doen? Wat is nou echt voor jou waarvan je denkt, als ik dat voor elkaar heb, dan helemaal top, mm-hmm. zeg maar. Bijvoorbeeld een event zonder een bekende game mode erbij te betrekken, zoals Mytopia of wat dan ook. En dan gewoon 200 spelers, ik noem maar even wat. Of misschien iets heel anders, dat je zegt, ik wil graag een flamingo event hebben. Oh ja, dat wil ik sowieso, maar dan moet ik de rest ook mee zien te krijgen. Ja, dat is zeker waar. Maar voor de rest, heb je daar een endgoal of zo? Als je geen endgoal hebt, dan ontslaan we je, want dan heb je geen visie. Oh, ja, dat is lastig om dat zo in één keer te zeggen. Ja, je hebt echt geen idee, hè? Oké, we moeten nu snel met dingen naar mensen droppen. Ik ga uit Vanish. Oké, hey, hallo, pst. Hey. Grasblok. Ziet hij mij of niet? Pst. Nee, hij is te druk. Niemand ziet ons volgens mij. Oh my god. Iedereen staat daar voor de... Ja, maar ja, voor Mardik. Hallo, wij staan hier. Oké, Melissa moet wel... Oh, wacht. Ja. Ja, snel. Oh, daar. Geef hem dit. En... Ik heb niks bij me. Ik geef hem een ladder. Oké, rennen. Melissa, we gaan hierin. Kom. Ik weet niet waar dit heen gaat, maar we gaan erin. Kom. Nog meer mensen. Ja, zolang er maar geen guards zijn, vind ik het helemaal goed. Oh. Hey, ga weg. We moeten even ergens bukken. Ergens shiften. Hier zo. Ja, prachtig. In deze cel. Gewoon iemand cellen. Ja, oké. Hier gaan we weer gauw in vanish. De rust. Melis, ik wens jou in ieder geval heel veel succes met je event. Periodes die je nog gaat hebben. Samen met je team natuurlijk. Leuk om met jou eens een keer een opname te hebben. Ik verwacht wel wat anders. Dat een paar keer dat jij mijn webcam in deze aflevering op kop zet. Dat ik in één keer super high-pitched voice heb. En ik weet nog niet wat je allemaal nog meer kan doen. Maar voor mij een heleboel dingen waarmee jij het mij net zo zuur kan maken. Dan wil ik zeggen, Melis, bedankt voor het meedoen. Heel graag tot de volgende keer allemaal, dames en heren. Vergeet even te liken, te abonneren en laat even de reactie achter. Welke staf dit jullie de volgende keer graag in de staf special willen zien hier op DLC. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Later.